Passend onderwijs ontrafeld, deel 6. Inzoomen op onderwijs. Laten we eens kijken naar het onderwijs. We zijn bijna vergeten dat het onderwijs zelf uiteindelijk de uitvoerder is van de wet passend onderwijs. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Want zij zijn het uiteindelijk die de wet in de praktijk waar moeten maken. Bij schooluitval en thuiszitten is de routine van alle dag niet voldoende meer. Passend onderwijs stelt de scholen dus voor uitdagingen. Gaat dit werken? Een voornamelijk in de Haagse burelen uitgedacht plan? Hoe valt dat bij de mensen die deze wet in de praktijk moeten waarmaken? We graven wat dieper in de gemoedstoestand van het onderwijs. In deze aflevering stel ik de volgende vragen. Hoe kijkt het onderwijs naar leerlingen? Hoe kijkt het naar ouders? Hoe kijkt het naar zichzelf? En hoe kijkt het naar passend onderwijs? Hoe denkt het onderwijs over leerlingen? Ik heb een belangrijk stuk ter hand genomen uit 2015, geschreven door een aantal prominente onderwijsvernieuwers, gericht aan het ministerie en politiek Den Haag. Hierin formuleren ze een toekomstvisie voor het onderwijs op de middellange termijn. Er spreekt veel professionaliteit en energie uit. Ik acht dit stuk representatief voor het kloppend hart van vernieuwing in het onderwijs, vanuit het onderwijs zelf geredeneerd. Het loont dus de moeite om eens te kijken naar hoe de leerling hier wordt beschreven. Dat heb ik gedaan. U ziet op de volgende dia alle zinnen waarin het woord leerling voorkomt. Schrik niet, het zijn er nogal veel. Ik zal er enkele noemen. Noodzakelijk is dat leerlingen minder vakken kiezen. Wat verwacht wordt van de leerling en daarmee van de leraar? Rapportage voor leerlingen. Minder vakken voor leerlingen, flexibiliteit van de onderwijs, intensieve feedback, enzovoorts, enzovoorts. Het is niet nodig om ze allemaal te lezen hoor. Het potentieel van een leerling. Een van de zinnen spreekt over het potentieel van de leerling. Ik vind dat een mooie term. Ik zou er zelf onder verstaan het arsenaal aan te ontdekken vermogens van een kind, zoals zich dat tijdens de ontwikkeling naar een autonome jongvolwassene ten volle kan ontplooien. Een hele mond vol. Ik maak altijd de vergelijking met het zaadje van een plant. Het potentieel zit erin, maar het echte cadeau moet nog komen, het plantje zelf in al zijn glorie. Het mooie van kinderen is dat je van tevoren niet precies weet wat er allemaal in dat kind zit. Dat ontdekken samen met je leraren is het mooiste avontuur van onderwijs. Als je een omgeving wilt creëren waarin dit potentieel zich ten volle kan ontwikkelen, dan moet je dus niet alles wat er tijdens dat proces gebeurt van tevoren gaan vastleggen. Wat ik wel hoopte, maar niet zie in dit stuk, is dat de leerling keuzes heeft, dat de leerling mag meepraten en meebeslissen, dat de leerling een actieve, handelende persoon is. Kortom, dat de leerling als een volledige persoonlijkheid wordt gezien, met een eigen leven, eigen ervaringen, toekomstdromen, een zelfbeeld en een eigen beleving van leren en school. Hoe anders laat je dat potentieel tot wasdom komen? Toch zie ik alleen maar termen als prestaties, vakken, resultaten, toetsniveaus, indicatoren, rapportage, allemaal erg recht toe recht aan. Managementtermen. Erg avontuurlijk klinkt het niet. Het lijkt meer op het beschrijven van een grote organisatie of fabriek die producten moet afleveren aan een markt. Conclusie: de leerling staat aan het eind van het onderwijsproces alsof het om een eindproduct gaat. De volgende vraag: hoe denkt het onderwijs over ouders? Een citaat van een schooldirecteur: helaas komt met de leerling ook de ouder mee. Dit is een echt citaat van een echte directeur van een echte school. Hij spreekt hier met een ouder die opkomt voor haar kind. Deze directeur wilde haar trouwens ook nog een zwijgcontract opleggen. Ze heeft het gesprek opgenomen. De directeur had in het kader van passend onderwijs het kind een reële kans moeten geven, maar plaatste het kind, een typische VWO'er, op het VMBO waar hij uiteraard, je kunt erop wachten, wegkwijnde. Uiteindelijk werd hij daar weggepest omdat de andere kinderen zo'n rare snuiter niet pikten. Ben je al thuiszitter, krijg je er nog gratis een trauma bij. Had dit voorkomen kunnen worden? Absoluut.
Een leraar op Twitter tegen behulpzame ouders: wie denkt u wel dat u bent? Een ouder wilde op Twitter eens uit goede wil tijdens de lerarenprotesten PO in actie meepraten over een gesprek in een gesprek over het verlichten van de werkdruk voor de leraren. Na enige tijd ontstond er een vijandige sfeer naar haar toe. Haar tips werden niet gewaardeerd. Sterker nog, het werd niet eens gewaardeerd dat ze het überhaupt durfde om tips te geven. Steeds meer andere leraren schoten te hulp. Het ging al gauw niet meer om het onderwerp. Ouders moesten zich maar koest houden, want je had kennelijk geen recht van spreken als je ouder was. Terwijl het wel jouw kind is dat op school zit. De ouder heeft altijd gelijk. Het uitgangspunt dat de ouder in eerste instantie gelijk heeft, is helpend om het verhaal van de ouder te onderzoeken, het te willen horen en te begrijpen. Elke leraar krijgt er namelijk mee te maken. De boze, verongelijkte, verontruste, ontevreden, bezorgde, agressieve, veeleisende, verontwaardigde of klagende ouder. Deze citaten komen uit een recent artikel van een onderwijsondersteuner die scholen wil helpen in de communicatie met ouders. Hoewel het misschien lijkt dat hier oprecht met ouders wordt omgesprongen, bekruipt me toch een heel ander gevoel. Wat ze namelijk hier doet, is allerlei super emotionele kwalificaties over ouders neerschrijven. Redelijkheid lijkt bij ouders volkomen afwezig, als je tenminste de tekst moet nemen zoals hier is. De school probeert te onderzoeken, te willen horen en begrijpen. Dat is natuurlijk een goede zaak. Maar door de manier waarop het is opgeschreven lijkt het alsof de school dan in deze ontmoeting kennelijk de enige instantie is die redelijkheid betracht en de ouder dus niet. Dat is nogal een tegenoverstelling. Dit lijkt me een nogal groteske en tendentieuze voorstelling van zaken. Hier worden ouders geframed, dat wil zeggen, er wordt een van tevoren bedacht eenzijdig beeld geschapen. Maar dan volgt er in de volgende dia een verklaring van het onredelijke, hyperemotionele gedrag van de ouders. Hoe tikt de ouder? Een sterke band tussen ouder en kind is er zeker, dat is onbetwist. Dat de ouder daardoor zwakker wordt, er wordt van een Achilleshiel gesproken, vind ik een heel vreemde gedachte. Volgens mij wordt de ouder daardoor juist sterker. Maar misschien is dat wel niet de bedoeling. De ouder zou immers iets anders kunnen willen of vinden dan de school en daarmee de beslissingen van de school niet zomaar accepteren. Dus, waar zit het probleem dan eigenlijk? Emotie of ratio? De ouder kenschetsen als een alleen maar door emoties geleid wezen dat, tussen aanhalingstekens, dus niet voor reden vatbaar is, vind ik een verwerpelijk en schadelijk standpunt. Het ondergraaft de principes van met elkaar omgaan op basis van de pedagogische driehoek school, ouder, kind. Ook de wet passend onderwijs spreekt van op overeenstemming gericht overleg. Dat impliceert gelijkwaardigheid en het serieus nemen van de ouder. Helaas zie ik daar niets van terug in het behandelde stuk. Overal in onze samenleving gaan we als volwassenen gelijkwaardig met elkaar om. Waarom zou dat in het onderwijs ineens radicaal anders moeten zijn? De zorgboerderij. Ik laat u als tegenvoorbeeld een citaat van een ouder zien. Men wil de dochter naar een zorgboerderij. Ik had het daar nog meer bergafwaarts zien gaan. Ze heeft namelijk mensen nodig waar ze zich veilig en gezien bij voelt. Waar ze zichzelf durft te laten zien. Die plek heeft ze nu. Daar hebben we heel hard voor geknokt. Niks tegen zorgboerderijen, maar het moet wel aansluiten en helpend zijn. Als er begeleiding nodig is, betekent dat niet dat iedere standaard begeleiding passend is. Bij dochter werkt kennis van 145 plus, het IQ, in het voordeel. Dat slaat wel aan. Jezelf mogen zijn en durven te laten zien is de basis, ook al ben je anders. Een kind moet zich veilig kunnen voelen, ook buiten het gezin. Essentieel voor de ontwikkeling. De emotionele en onstuurbare ouder? Deze ouder laat toch een heel ander beeld zien.
Ze kent haar kind heel erg goed. Ze heeft een visie op wat er nodig is voor haar kind. Ze laat zich niet zomaar een willekeurig aanbod van de school aanmeten. Ze vecht, terecht, om precies de juiste zorg voor haar kind te organiseren. Zelfs bij gebrek aan echt passende professionele zorg vanuit school en aanpalende instituties. Ik zou zeggen, een hoeraatje voor deze ouder. Is deze ouder een onredelijk, ongeleid emotieprojectiel? Wel nee, een wijze en verstandige ouder die heel goed weet wat er nodig is en daarnaar handelt. En die niet altijd zomaar accepteert wat er door de school naar voren wordt geschoven. Of is dat misschien lastig voor het onderwijs? En is er een belang bij om ouders zo slecht en onwerkbaar af te schilderen? Je zou het bijna gaan denken. Conclusie. Het beeld van ouders als wezens die niet voor reden vatbaar zijn, deugt niet. We hebben nog een lange weg te gaan. De volgende vraag. Hoe denkt het onderwijs over zichzelf? Ik pauzeer even om u de gelegenheid te geven om het plaatje goed te bekijken. Kijk vooral naar de wielen. Het onderwijs leidt al jaren onder ervaren werkdruk en onderwaardering. Tegelijk worden ouders en andere groepen in de samenleving nog steeds niet gezien als potentiële partners om de problemen in het onderwijs aan te pakken. Het ministerie en politiek Den Haag lijken het middelpunt van het projecteren van de eigen frustraties te zijn. Zoeken naar draagvlak verderop is het onderwijs vreemd. Het onderwijs heeft veel stakeholders. Stakeholders zijn groepen die zich met het onderwijs bemoeien, zoals gemeentes, ouders, samenwerkingsverbanden, medezeggenschapsraden, besturen, adviesorganisaties, belangengroepen, etc., etc., etc. Toch lijkt de huidige situatie heel erg op het plaatje uit de vorige dia. Twee mensen, laat ik ze leraren noemen, sjokken met een kar vol stenen voort. De kar heeft vierkante wielen. Er staat iemand achter de kar, misschien een ouder, die twee ronde wielen omhoog houdt en vraagt, is dit misschien iets? Zonder ook maar even stil te staan bij de aangeboden oplossing, reageren de twee leraren beleefd, maar overtuigd, no thanks, we are too busy. Het onderwijs zelf. Jennifer Patterson is van oorsprong Zweeds, woont nu al heel lang in Nederland en heeft inmiddels twee jonge kinderen. Zij heeft een serie podcasts gemaakt naar aanleiding van haar zorgen over de stand van zaken in het Nederlandse onderwijs en kinderopvang. Overvolle klassen, gestreste leerkrachten, te kleine ruimtes, overal merkt ze dat de middelen ontoereikend zijn en dat daardoor het plezier en de kwaliteit onder druk komen te staan. In podcast nummer 3 van deze serie wordt zij uitgenodigd op een basisschool en mag ze een ochtend meelopen in de klas van een van de juffen. Kinderen moeten maar leren dat ze niet alles kunnen krijgen waar ze behoefte aan hebben. In het nagesprek blijkt dat de juf haar gedrag naar de kinderen toe heel goed kan duiden. Ze legt uit waarom ze een bepaald gedrag gebruikt, wat haar doel daarmee is en wat het met de kinderen doet naar haar idee. Dit citaat geeft me echter te denken. Het komt niet erg positief over, eerder negatief. Er spreekt in elk geval niet uit dat we kinderen willen stimuleren om tot leren te komen. Eerder dat het goed zou zijn en vooral met tegenslag te confronteren. Misschien omdat ze daar dan sterker of beter van worden, maar dat is gissen. Als ik deze zin oppervlakkig lees of bij een verjaardagspartijtje zou horen, dan zou ik er eerlijk gezegd niet zoveel aandacht aan besteden. Het is gewoon een fact of life, toch? We leven niet op een bibelbondse berg. Dat zou een heel saai leven opleveren met altijd maar snoep, taart en glijbanen. Maar als ik deze juf dit hoor zeggen als rechtvaardiging voor haar pedagogische gedrag, dan is de context toch heel anders. Dan heeft ze het over de bodem onder haar eigen pedagogische opvattingen. En dan begin ik me zorgen te maken. Want als je dit als opvoedingsprincipe gaat hanteren, dan duw je kinderen bij voorbaat al tekort. En dat vind ik een heel discutabele opvatting van het leraarsvak. Hoe kijkt het onderwijs naar passend onderwijs? Hierop gaan we verder in een nieuwe aflevering.